ja, dat gaan wij er nooit meer uithalen. Dus je wordt gewoon gedwongen om te stoppen. En daarmee bedoelt de eigenaresse van deze tabakswinkel in Monster niet stoppen met roken, maar stoppen met haar winkel. Al bijna 40 jaar runt Gerdine Reijneveen deze zaak samen met haar man. Ze is geschrokken van de voorgenomen maatregelen van het kabinet om het roken in te perken. 10. En 10. Okay. Ik zal het vreselijk jammer vinden, want het contact met de mensen is altijd leuk geweest en dat blijft ook leuk. En, maar ja, je wordt gewoon van bovenaf word je daartoe gedwongen. Het is nog niet 100% zeker dat het pakket aan maatregelen gaat worden ingevoerd. Maar uit gelekte stukken blijkt dat het kabinet in ieder geval de volgende plannen heeft. Het pakje sigaretten gaat minimaal 10 euro kosten. Er komt een neutrale verpakking en rookwaar mag niet meer worden uitgestald. Rookruimtes verdwijnen, zowel in cafés als op het werk. Er komt een verbod op roken op schoolpleinen, bij speeltuinen en sportterreinen, het roken bij de overheid, bij ziekenhuizen of andere zorginstellingen en dus de horeca wordt helemaal verboden en op den duur zouden bedrijven het roken ook volledig in de ban moeten doen. En dat verbod geldt niet alleen voor sigaretten, pijpen en sigaren. Nee, de e-sigaret, zeg maar de damper, die zit ook in het rookverbod. En datzelfde geldt voor de waterpijp en bijvoorbeeld de shisha-pen. Dat is een mini-waterpijpje. Voor deze rokers in Monster zijn de maatregelen dubbel. Ik zal het langskomen. Ik denk, nou ja, voor de laatste 5 jaar dat ik nog op deze aardkloot aanwezig ben, dan red ik het nog wel. Maar ik vind het wel een troosteloze situatie, maar ja. Ik ben het er volledig mee eens dat je bij sportvelden en dat soort omgeving, dat je dat niet moet doen. Dat doe ik zelf ook niet trouwens, als ik daar in de buurt ben. We worden inderdaad helemaal ondergesneeuwd bij rokers. En dat vind ik wel een troosteloos geval. Ik denk dat ik gewoon binnenkort ga afbouwen, want het is gewoon niet leuk meer.